Ik ga een kort recept, maar een fantastisch recept doorgeven. Het is dus eigenlijk een soort azijn. Een azijn die weerstandsverhogend is. En het bestaat eigenlijk uit twee stappen. De eerste stap is om die verrijkte azijn te maken. Dus wat heb je daarvoor nodig? Dat is appelazijn, mirikswortel. En mirikswortel, als je dat in je tuin zet, hoe dat ik dat doe, dat is, ik zet dat in grote potten. Zodanig dat ik achteraf nog weet, dat is de mirikswortel. Want een wortel, als er geen bladnummer op staat, dat is heel moeilijk om te gaan determineren. Nu, de mirikswortel, als je die breekt, ik heb die er net gebroken, want ik haal die uit die pot en ik breek dat, dan zie je zo een wit vlees. En als je dat daar een stukje afsnijdt, dat is dus bijzonder pittig. Dus die mirikswortel, als je daaraan proeft, dan ga je als een vuurspruwende draak. Zo, de stoom die komt eigenlijk bijna uit je oren als je mirikswortel, als je een stukje eet. De bedoeling is, dat is dus echt ja, een enorme smaak. De bedoeling is om in die azijn, wat heb ik al gedaan? Ik heb dus de mirikswortel in stukjes, eerst goed gewassen. Uiteraard, want dat is een wortel. Eerst goed wassen, dan in stukjes snijden. De gember, ook in stukjes snijden. Een volledige bol look, ook in stukjes snijden. En een ajuin, ook in stukjes snijden. En dat in uw appelazijn doen. En dan laten dat een hele tijd staan. Eigenlijk kan dat, hoe langer dat dat staat, hoe krachtiger dat dat wordt. Je kunt, echt 2 dagen? Nee, ik spreek over weken. Weken? Ja. Dus ik heb dat een tijd geleden gemaakt. En kijk, je ziet hier nog die stukken van mirikswortel, stukken gember, dat drijft hier nog allemaal in. Dat mag daar ook in blijven drijven. Op die azijn, hoe langer dat er staat, hoe krachtiger dat dat wordt. En dan ga je om honing, echte honing, zo geen honing uit de Carrefour van een euro, echte honing, dat is zijn geld echt waard. En dan ga je in een heel mooi gewassen potje, nog een keer net wassen voordat je ermee je recept begint, ga je dus honing nemen. Honing, dat is eigenlijk een van de medicinaalste dingen die er zijn. En je gaat dan die appelazijn die verrijkt is, in een zeefje doen. Dat heb ik nu klaargelegd. En dat durf je al daar. Dat durf je al een keer van plaats veranderen. Nee, daar, dat kleintje ligt thuis. Moest dat waar zijn? De volgende, de onderste. Nee? Ja. Zeefjes en zo, dat doen we hier al een keer van plaats veranderen. Oké. En dan giet je dus uw appelazijn. En dan laat je dit ook weer staan tot uw honing volledig opgelost is. En dat is bijvoorbeeld een dag. En dan ga je dus een verrijkte azijn krijgen die medicinaal is, weerstandsverhogend, enorm veel mineralen gaan erin zitten. En dan doe je gewoon wat spuitwater in een heel mooi glas en doe je daar een beetje van in. En dan krijg je dus een huisgemaakte limonade die dus eigenlijk
weerstand verhogend is en die dus super gezond is. Dit is een recept van Maurice Haantjes. En die vertelden dat de boeren vroeger dat die dat dronken. In de zomer, als het te warm was, dat ze dat meekregen naar de akkers om te gaan werken. En in de winter, ik vind dat eigenlijk een soort huischampagne. Ik vind dat echt heel lekker. Ik ga dat dan met mijn licht spuitend water doen. En dat wordt een huischampagne, maar die dus echt weerstandsverhogend is. Kijk, mijn honing is aan het oplossen. En dan kan je dat dus in de ijskast zetten. En gebruiken dus als een huislimonade. Weerstandsverhogend. Heel gezond. In de ijskast blijft dat tot dat potje op is. En dan kan je dus weer nieuw maken. Ik maak het wel. Dus het samenstellen van die twee dingen doe ik dus altijd zo in een klein potje. Ik maak dat niet in massa. Dit kan je dus eigenlijk weken laten staan. Kan zelfs tot volgend jaar staan. Ik kan dat nu eigenlijk eens laten proeven. Ik heb hier wel spuitwater staan. Ik neem daarvoor licht bruisend water. En eigenlijk mag dat in een champagneglas, vind ik. Maar ja, dat staat ginters. Ik ga dat toch gaan halen. Het is de moeite. Ik vind dat de moeite. Dus, ik ga daar wat in gieten. Dat is genoeg. En dan doe ik daar bruisend water bij. Dan heb je een champagne. Eruit als champagne. Gezondheid. Dit is echt gezondheid. Santé. Santé. Ja. Moet afleggen. Mm.